Hey kijkers van Dus David Games, welkom bij deze video wat gaat over de DDG-server. Doen we niet heel vaak, meestal speel ik gewoon lekker games, of is het Kingdom, of The Circle en dat soort dingen. Maar deze keer gaat het over de echte DDG-server, play.dusdavidgames.nl. Die heeft namelijk een lobby en wij zijn bezig met een nieuwe lobby. Die ga ik even samen met een bouwer laten zien, met Seki. Seki. Hi. Seki. Hey, Johan. We moeten eigenlijk hierbij ook Brecht Kabouter32 even wat credit geven, want die leidt het project, maar die is er even niet. Dus ik loop er even samen met jou doorheen en het ziet er alweer prachtig uit. Wat is het idee van de lobby? Groter worden of wat is het idee? Ja, het idee is dat je elke game mode heel goed kunt zien. Juist. In de lobby. Visueel. Laten we gewoon even, want we staan hier op een soort van kruis. Even vliegen. Hoppakee, dus duidelijk in het midden. Maar dan gaan we hierheen zo en dan zie je hier, dit moet Mindtopia zijn. Ja. Het kan haast niet anders. En het leuke vind ik is dat ze er heel erg veel detail in hebben gebracht. Dus je ziet hier allemaal, shit, dit is de main tower. Oké, helemaal cool. Mindtopia, Zorka, Patatje, Westen. Oh, hier gaan ze natuurlijk allemaal van die poppetjes zitten. Er zitten heel veel van die skins tussen en de helft ken ik niet. Ja, dit is volgens mij Abel, denk ik. Ja. Hoop ik, anders staan we mooi voor lul. En nou, dit is gewoon een random iemand. Maar kijk hoe leuk, jongens. Overal van die poppetjes en zo. Hoeveel werk zit hierin, man? Doe jij dit ook met die armor stands of niet? Ja, armor stands wel voor werk, maar we hebben wel een fijne plugin. Dus op zich werkt dit wel snel. Ja. Maar alsnog is het heel veel werk, want je moet wel elke armor stand precies, precies. Moet je hand, deze kijken, deze crones. Het lijkt net echt, joh. Net een echte speler. Oké, we gaan gewoon naar binnen. Sorry, trol. Wat hier binnen zeg maar, en dit kunnen jullie allemaal zelf gaan onderzoeken. Ik ga echt niet alles laten zien. Maar kijk hoe cute. Hier zitten de twee samen gezellig. En dit zijn de echte Mindtopia kledingkleuren volgens mij. Als ik herken ze gewoon. Hier ook weer zeg maar. Iedereen is allemaal zo happy en zo vrolijk. En dat is toch fucking cool. Dit is schattig, Seki. Ah! Ja. Ik zou, als ik vroeger zo klein was, zou ik ook wel in... Oké, gaan we. Alligator boots? Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik geef het op. Maar kijk even, jongens. Al die interactie hier in de lobby. Het is allemaal niet nodig, maar het is gewoon gedaan. En waarom sta ik hier een Pepsi te verkopen? Ik sta toch niet achter een toonbank, zeker? Nee. Nou, blijkbaar wel. Blijkbaar wel. Nieuw baantje. Het leuke is, de hele toren zit helemaal vol met dingen die je er kan ontdekken. En hierboven, moet ik alvast even melden, kun jij een selfie met mij maken. Dan ga je hier zo naast staan en dan kun je dat tweeten naar de DDG-server. Dan kun je een retweet krijgen. Dat is leuk als je volgers wil krijgen. Kijk, dan ga je zo staan. Even draaien. Zo. Ja! Oh, hij houdt mijn schouder vast. Helemaal cool. Dit is dus overduidelijk Mindtopia. Maar dan daarnaast is de volgende game alweer, right? Daarnaast is volgens mij de Staffhouse. Oh, mogen we daar wel naar binnen? Ja, dan kun je alle staf zien. Oh, we mogen er juist naar binnen. Wacht even, is deze nou echt of niet? Ik moet er elke keer aan wennen. Die is niet echt, oké. Staffhouse, ja, hier naar binnen, sorry. Hoppakee. Oh, dan zien we letterlijk alles. Bouwteam staat hier, letterlijk vooraan. Slim, slim. Dan hebben we hier nog meer bouwteam. Jezus, wat een boel bouwers. Dan hebben we hier de supports, zo te zien. Ja, shout-out naar de supports. Dan hebben we hier de... Nog meer supports? Jesus Christ, wat hebben we veel supports. Dan hebben we hier de moderators. Klantenservice. Ali van, oh ja, precies. En dan hier nog meer moderators. Dat is echt insane veel. En hier moeten we dan uiteindelijk de PL's allemaal nog kwijt zien te raken volgens mij. En de developers, dat soort dingen. Oh, nou wordt het interessant hier. Event manager, community, PR, Rotjochie zelf, Bandert. En dan hebben we hier David, Wiz, Timewalk, Bandert. Ik vind het helemaal cool. Nou, maar ik zag ook nog een zijweggetje. Wat zat hier? Waar was het? Hier. Dit is Kingdom 2. Die heeft een eigen ding. Really? Leuk, man. Gewoon lekkere credits voor de mensen. Ik hoop dat het wel in de live lobby geüpdate kan worden. Als er een keer iemand weggaat of bijkomt en zo. Was het natuurlijk ook wel heel erg leuk. Maar dit is een Staff Tower. Als jullie dus willen weten wie er precies support is waar, dan kan dat daar. Volgende game. Waar komen we uit? Enig idee. Ja, je hebt die Skywars en Skyblock volgens mij hierboven. De eilandjes. En daarnaast heb je Kingdom. Kingdom 2. Oh, dit ziet er inderdaad uit als Skywars. Dat kan haast niet anders. Ja, met van die trappetjes en zo. Motherfuckers. Oh, dit is bloederig. Kijk. Zo. Hoofd wordt er letterlijk afgehakt. Jesus. Dit is erg gruwelijk. Oké, goed. Dan hebben we hiernaast, hieronder hebben we, wat is het? Kingdom. Oh, dat kan ook niet anders. Kijk joh.
dikke vette Empire One shit en zo. En hier staat een stel Diamond gasten tegen een stel Iron gasten. Dat is niet echt eerlijk, hè? Ja, dit is waarschijnlijk Adamantium met die Iron. En Doc natuurlijk met Diamond. Ja, Adamantium is een beetje noob, right? Dat wou je zeggen. Ja, ze zijn allemaal noobs. Oké, heel goed, heel goed. Dan hebben we hier de volgende. Weet je wat dit is? Volgens mij zijn we nu bij Survival. Dit is Creative Plots, hier beneden, oh, ja. I guess. Maar, oh my god, er is zoveel te ontdekken hier in deze lobby. Ik denk dat je oprecht gewoon een uur bezig bent om het allemaal te vinden. Dus is dit nog steeds Creative Plots? Ja, dit is Creative Plots en dan linksnaast is Survival. Oh, hier zo, met die mooie huisjes. Ja, ja. En zijn ze hier ook weer vrolijk? Ik dacht het wel. Ze zijn hier helemaal vrolijk. Even kijken hoe hij kijkt. Ze hebben gebruikt ook allemaal andere hoofdjes. Dat maakt het zo cool. Ah, waarom zou je het ook gewoon... Ze hadden allemaal dezelfde hoofdjes kunnen doen. Wow, deze dude! Wat staat hij te doen? Vliegen? Nee, ik heb geen idee. Fly Axe, oké, confirmed. Nou, dan hebben we dit stukje van de lobby zo'n beetje gehad. En hebben we aan de overkant... trouwens, By Nation staat er voor mij nog niet eens bij, maar dat komt dan nog. We missen nog wel wat. Ja, waar? Oh, waar? Hier zo, onder de boom. Wat is de boom dan? Daaronder het forum. Oh my god. En dan denk je van, ze zijn klaar. Nee hoor, ze bouwen hieronder gewoon nog allemaal dingen. Jeez. En dit is het laatste voor de gezelschap. Hier zit ik samen met Brecht. dit is echt geweldig dit. En waar is dit voor? Dus gewoon voor een shout-out naar de forum, mensen. Ja, dit is, hier kun je volgens mij forumberichten zelfs zien. Straks in de server. Wat? Oké. Nou, deze nieuwe lobby wordt helemaal high-tech. En er komen nog andere functies bij. Het wordt niet zoals elke andere lobby, heeft Mart tegen mij gezegd. Dat is het enige wat ik mocht vertellen. Maar iets met makkelijke, we gaan niet moeilijk met kompasjes of dat je overal heen moet lopen. Het wordt echt mega, mega vet. Ik wil echt nu naar die andere kant toe. Want dat is voor mij het PvP-stukje. Dat kan haast niet anders. Ja. Oeh, en ik weet al wat dat is. Dat is Castle Defense. Maar wat gaat dit zijn? Factions? Ja, volgens mij wel. Of het wordt bij Kit PvP. Oh, dat zou ook KitPvP zijn. Moet even kijken of ze dezelfde kleding aan hebben. Nee. Dus volgens mij is het Factions. Ik weet het niet. Maar dat is het spannende. Daar komen we straks allemaal achter, want dan komen er wel bordjes bij. Nou, dit is overduidelijk KitPvP. En dit? Ja, KitPvP denk ik, met de paddenstoelen en zo. Oh, zo is... naar de beeld, naar de kabouters kijken en alles. Die blokjes, ze hebben het zo vet cool gedaan, jongen. Hier hebben we dan vervolgens... HCF? Ja, hardcore HCF. Factions. Oh my god, ze gaan raiden. Ik zweer het. Ze komen met TNT aanrennen. Die motherfuckers. Ah, zie ze kijken. Vinden ze leuk. Maak het kapot. En wie zit er zielig in zijn huisje? Het is Chucks. Is eentje. Met een pijl en boog. Gaat je niet lukken met je Mindtopia kleding. Want deze gasten die hebben ook Mindtopia kleding. Laat maar. En dan hebben we hier een prachtig mooi gebouwtje. En hier zit zoveel detail, jongen. Hier heb je echt het gevoel dat je midden in een gevecht zit. Kijk ze even kijken. Komen ze allemaal aan. Zo te zien de aanvallers of zo, denk ik. Ja, die vechten hier tegen de... Oh my god, hij krijgt letterlijk een zwaard in zijn ribbenkast. Check dan, hoe grafisch dit. Met die armor stands kun je leuke shit hoor, hé. Het is wel echt lastig, maar... Ja, dat zal best. En ik hoop dat mensen het ook echt heel erg gaan waarderen. Wat gebeurt hier? Hier staat een meisje te vechten. Tegen niemand. Oké. Okay. Oh, wacht, hier staan ze allemaal te wachten. Oh, spawn campers. Allemaal wachten, hè? Ik heb het al door. En hier is de Nexus. Staat er eentje tegenaan te slaan. En dat vindt deze Empire schijnbaar allemaal helemaal prima. Want die staat hier gewoon. Zie je dat? Sneaky. What the fuck? Doe er wat tegen, vriend. Nee, ik vind het echt heel, 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 heel erg mooi. En buiten ook zag je nog allemaal actie bij hier zo. Kijk, ze hebben wel een beetje veel Empire vandaag. Maar oké, okay, I guess. Deze flipte me helemaal kapot met zijn Empire wand. Hier vallen ze er vanaf. Ah, oh, ik vind het echt... Hey, wat is dit? Wat is dit? Oh ja, dat waren Easter Eggs. Easter Eggs? Ja. Easter Eggs? Als je ze verzamelt, kun je volgens mij iets krijgen. Oh my god, dus er komen minigames in de minigames, zeg maar. Ja. Ik heb er heel erg veel zin in. Zeki, ik weet niet, wat heb jij gemaakt hier? Waar heb je aan meegeholpen? De brug. Deze? Hier zo. Ja? De ballon. De ballonnen daar in de lucht. Ja. En het forum. En het forum. Ik vind het super vet. En succes met verder bouwen als je het nog van plan was. En shout-out naar het hele bouwteam. Niet alleen naar Seki, niet alleen naar Brecht, maar naar alle bouwers die hier aan meewerken. Voor mij hebben het bijna elke heeft wel een keer een blokje geplaatst. Dat maakt het ook zo tof wat we het eigenlijk met z'n allen gedaan hebben. En ik kan niet wachten tot het online is. Dat jullie dit ook allemaal kunnen gaan zien.
extra jump parcours. We hebben zelfs een dropper. Zullen we die even kort laten zien nog? Als afsluiter? Ja. Oké, okay, gaan we nog even gaan naar de dropper. Het zijn allemaal hele, hele coole dingetjes. Je kan schijnbaar dingen verzamelen in de lobby. Nou, hoe fucking vet is het? Ik denk dat ik het kan. Even denken. Zo, ja, oké. Okay, ik ga. Oh, in één keer. Nou jij. Ik kan niet controleren. Nee, gefaald? Ja. Twee keer. Oh my god, dat is echt te slecht. Dat maakt helemaal niet uit. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Dat jullie snappen wat er gaat komen hier dus bij het nieuwe, de nieuwe lobby hier op het DDG-server. Wanneer dit online is. Ik denk over ongeveer een aantal weken. Laten we zeggen een maandje, dan is dit er. En dan wordt het gebruikersgemak voor jullie veel makkelijker. Je kan games makkelijker vinden. Het is leuker. Je kan hier letterlijk een uur lang chillen met andere mensen. Want vroeger, helemaal aan het begin, weet ik nog wel dat de DDG-server op de lobby zelf ook een soort chillplek was. Nu is dat gelukkig ook een beetje in de games zelf. Dus My Nation, Mytopia, Kingdom, noem het al maar op. Maar misschien is het ook wel leuk om de lobby ook een beetje een hangplek van te maken. Zeki, jij ook bedankt. Kijkers, bedankt voor het kijken. Vergeet de like niet even achter te laten. En kom tot zien binnenkort op play.davidgames.nl. De nieuwe lobby gaat helemaal vet worden. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.